De traditionele kersttoespraak van koning Willem-Alexander is op eerste kerstdag 1,5 miljoen keer bekeken op verschillende zenders. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. De koning sprak het Nederlandse volk toe vanuit zijn woonpaleis, Huis ten Bosch. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen trok de koninklijke kerstwens namelijk ruim 1,7 miljoen mensen. De originele uitzending op NPO 1 trok 780.000 kijkers, en de herhaling later op de avond 452.000 kijkers. De toespraak werd met een gebarentolk uitgezonden op NPO 2, waarnaar zo'n 161.000 mensen zapten. Op RTL 4 wist de kerstboodschap van de koning zo'n 101.000 Nederlanders te boeien, terwijl op SBS 6 slechts 47.000 mensen meekeken. In zijn toespraak vertelde koning Willem-Alexander dat mensen niet te veel moesten streven naar geluk. Hij sprak vooral de jongere generatie toe, en vertelde hen dat verdriet en tegenslagen bij het leven horen.